Als dit weekend toch Tietje riest, was het net vergeerd opzien als een viking, elf of prinsessenrin sjost. In Park Vijversburg wordt namelijk de 8e editie van het Fantasy Festival Imaginarium houden. Na 2 jaar stilstaan door corona is de organisatie blij dat ze wel losmaaien. Ontzettend. Alle vrijwilligers en standhouders, iedereen die kroeg weer onder de stien wij en het is als van ouds. Het is prachtig mooi om te zien dat mensen weer gewoon echt hunzelf wijzen kennen. Jezelf wijzen kennen, dat zit voorop. En dat docht Eltse niet in de nek. De een komt in zijn gewone kleren en de oor doft hem hielendal op. Krijgt dus deze 2 famkes. Haar kostuums binnen hielendal zelfs makken. Het is geïnspireerd gewoon op heerlijk fantasy. Gewoon de mooie jongvrouwen. En iets meer druïde-achtig. Je kan gewoon in je kloffie hier komen. In gewoon je spijkerbroek en in je t-shirtje. Maar als je er zo bij loopt, dat mag ook gewoon. Wat maakt het festival zo leuk? Of wat maakt het zo bijzonder? Nou ja, ik vind deze vooral wel omdat het niet zo heel groot is. Dus het is hier niet alsof je hier met 6.000-7.000 man loopt, zeg maar, tegelijkertijd. En dat je, zeg maar, moet schuifelen tussen alle kraampjes. Je kunt hier gewoon rustig lopen, rustig kijken. Het is alweer relaxed. Schiet zichzelf door een wurmhol. Verschijnt weer in een tuin in Amsterdam. Midden in een vijver met buitenaardse kikkers en die flitsen hem terug van waar hij kwam. Mijn huis een beetje Outlanderish-achtig verkleid, zeg maar. Ja, dus kilt en Schotse kleren, oh ja. Ja. Dus dat komt door hem, hij wie helemaal in de Schotse dingen en dat ik hem ken, leert haar. Ik wat meer Schotse dingen dan Oscar. Leven droom je leven, van allebei zijn even echt. Ik weet het bijna. Zien je hem dus look omschreeuwen, hoe heet dit? Post-apocalyptic. Ja, post-apocalyptic. Ja. Ja. En ben je er al jij fan van, of is het hype? Ik vind het ook wel heel cool op zich. Alleen mijn vader die was wel favoriet. Dat was de kettingzaag inderdaad. En de rest van je kleren, kun je een beetje omschreeuwen, wat was het onhaast? Dit is een ketting als het ware met een soort van tanden eraan. En een soort van hier te pakken als het ware. En dan staat nog een grote bril, ga je hem ophalen? Wat voor bril is dat? Een goggle. En wat vind je nou krijgt ze mooi, jongen? Wat zorgt ervoor dat je hem elke keer weer omkomt? Ja, gewoon leuk feest, gewoon leuk, gezellig. Mensen die zijn verkleed, kunnen zijn wie ze willen zijn.